je zei op Nintendo. Het maakt niet uit, want jij bent welkom bij Gamersnet Radio. We beginnen zo met Gamersnet Radio. Oh, het voelt zo fijn om bij Gamersnet te zijn. We zitten klaar, als altijd onweerstaanbaar. Jongens, ik heb geen idee wat er met het geluid aan de hand is, maar dat maakt verder niet uit. We gaan er een legendarische aflevering van maken. Aflevering 279 van Gamersnet Radio. En we vieren natuurlijk dat we officieel First Look partner zijn. Fucking vet. Maar er is ook heel veel gebeurd in de wereld der games. We hebben Rise of the Tomb Raider, hebben informatie over Fallout 4, Batman Arkham Knight voor de PC, The Soap Continues, Windows 10 hebben we nieuws over. En we gaan natuurlijk met jullie bellen. Dat kan in de tweede half uur van deze nu al legendarische show, Gamersnet Radio. Bedankt voor het luisteren weer en we maken er een mooi uurtje van. Awesome! Jongens, welkom bij het warme bad dat Gamersnet Radio heet. Welkom op deze warme vrijdagmiddag. En als je dit terugluistert, is het voor jou een zaterdag of een dinsdag of een woensdag. Ik weet niet wat het weer is bij jou. Misschien is dat 2020. Dat kan. We hebben mensen die luisteren heel veel terug. Dus ik vraag me af, laat het weten. Wat voor weer is het op dit moment bij jou? Vind ik leuk om te weten. We hebben tijd voor weer een nieuw uurtje Gamersnet Radio. Ik moet even een kleine update geven over de Twitch. We hebben namelijk liedjes geïntroduceerd. Ach, wat leuk. Ja. Wat leuk. Heb je dat meegekregen? Ja, op de vlog. Op de vlog. We hebben liedjes gemaakt voor als mensen volgen of abonneren. Die staan natuurlijk uit tijdens Gamersnet Radio. Ja. Dat je niet gaat denken van ik kan tijdens Gamersnet Radio even inbreken met allemaal geluidjes. Dat is niet mogelijk, want deze show draait natuurlijk om audio. En dan is het een beetje raar als we inbrekers hebben. Dus dat is dan jammer. Jongens, ik geef jullie allemaal een dikke shout-out. Hallo iedereen in de chat, leuk dat jullie er zijn. Het is midden in de zomer, het is rustiger dan ooit, maar het maakt niet uit. Wij gaan gewoon altijd door. De show gaat door. De show must go on. Je moet even je het zo doen, even helemaal af en dan vanaf boven. Ja, want anders gaat je haar zo als een soort tiara. Ja, zo, nou, dit is beter. Goed gedaan, Richard. Richard, je hebt lang niet in de show gezeten. Nee, nee, nee. Waarom niet? Dingen. Dingen? Vooral aan spullen en zo. Oké. Okay. Ja. Hoe is het met je? Met de mensen, Richard? Met Richard gaat het heel goed. Ja? Ja. Waarom? Ja, gewoon. Goed leventje. Goed leven. Ja. Mooi leven. Mooi leven. Ja. Zullen we daar even voor mijmeren? Ja, nee, ja, ik weet niet als jij een mooi leven hebt. Ik ben blij voor je. Met de mens Peter, ja. Gaat wel goed. Beetje wel goed. Rustig. Vervelend. Ik zit natuurlijk heel erg in het nachtleven nu, hè? Oh, man. Ja. Je was weer dronken, hoorde ik. Gisteravond was ik 5:30 thuis. Nou, dronken. Dat is gewoon vet zat. Dat is een rekbaar begrip, hè. Nee, het was gewoon een gezellige avond. Het was hartstikke leuk. En ik hoop dat jullie ook allemaal een mooi leven hebben. Ja, maar echt uit het diepste van ons hart. Ja. Nou goed, jullie weten het. Gamersnet Radio, de wekelijkse podcast bij Gamersnet. En we doen een uurtje, we doen een half uurtje het nieuws bespreken. En een half uurtje laten we jullie inbellen. Maar het is volgens mij niet zo heel druk, want het is zomer. Dus ik hoop dat we dat kunnen doen vandaag. We zullen zien. En zo niet, dan gaat gewoon Daan, die daar zit, ons bellen. Ja, en dan gaat hij met al zijn kutverhalen die hij altijd heeft. Ja. Dus dat. Hoe heet het? Wat heeft de redactie allemaal gegamed, Ries? Ik zie dat jij bezig bent met Batman Arkham Origins. Ja. Ja? Nou ja, het staat ik hier, heb het idee dat ik daar... Ik heb geen interesse in jou, verder van jouw leven. Ik weet helemaal niks, maar het staat gewoon in het script. Ik
ik weet niet wat ik nu aan het doen ben, sorry. Ik zit meerdere dingen tegelijk te doen, daar ben ik niet goed in. Ik weet ook niet waarom. Ik was Batman Arkham... Jawel, het is wel erg. Want Batman Arkham Origins is de slechtste Arkham game. Maar ik zuig hem op als een spons, werkelijk. Het is elk minuutje, elk hoekje Batman Arkham maar Origins... Maar dit is degene die niet door Rocksteady is gemaakt, nee. Toch? Ja, maar die is verhaalwijs is die supergoed. Zeker, alleen, maar dan ben je binnen 4 uurtjes doorheen. En de stad is verder een beetje leeg. Ja, maar ik heb ook alle Riddler datapacks gehaald. Dat doe ik ook altijd. Oké. Okay. Ik heb alles 100%. Dat komt eigenlijk op neer. Dus ik ben nu klaar. Ik heb ook de DLC inmiddels gespeeld. Cold Cold Heart. Oh, dat was trouwens niet. Hele goede DLC voor DLC. Voor 5 euro of zo? Of weet ik niet meer. Lang geleden. Ja. Maar ik weet wel dat de Batgirl DLC, de review komt dit weekend online. Het is werkelijk vreselijk. Mijn probleem met Batman Arkham Origins is dat ze echt te veel DLC hebben. Nu al Arkham Knight. Arkham Knight, sorry. Toen die uitkwam, waren er al 3 pakketten of zo. Met pre-order pakket en dit en dat. En ja, je hebt die game nog niet eens gekocht en je loopt al achter. Precies. Het is, ja. En serieus, we hadden een keer berekend, toch? Als je alles wou kopen, plus de season pass voor 40 euro. En de mooie special edition, dat je echt 250 euro kwijt was of zo. Nou, geen cent te weinig. Batman Arkham Knight is awesome. Hij is heel awesome. Nee, ik ben op 70%. Ik was Knight aan het spelen en ik ben in de afrondende fase. Verhaal is uitgespeeld. Ik moet alleen nog even de trofies doen. Want toen moest ik... Ja, dat was het verhaal. Ik moest die MSI laptop review. En toen moest ik benchmarken. En een van die benchmark games is Arkham Origins. Dus ik start hem op en ik dacht, dit is echt zo mooi. Dat is natuurlijk een PC-game van even geleden. Dus ik kan hem helemaal upscalen naar alles. Toen ben ik gaan spelen. Ik hield niet meer op. Maar goed, jongens, hij is nu... hoe heet het? Uitgespeeld. Dus je gaat weer wat anders doen. Ik ga nu weer wat anders doen. Batman Arkham Asylum mee. Daniel is bezig, druk bezig met de Oh nee, wat doe jij eigenlijk? Ik ben Batman Arkham Knight aan het spelen. 70% ben ik. Nice. Ik ben, gratuleer. Het heeft me heel erg te pakken. Ja, vind je het vet? Ja, ik vind tankrijden leuk? Ik vind tankrijden ook heel leuk. Ik vind vechten met de tank leuk. Mm-hmm. En het verhaal is echt heel goed. Ja. Echt goed opgezet. En ze mogen ook heel veel... Ze hebben ook heel veel vrijheid volgens mij om dingen te doen. Ze mogen altijd alles. Ze mogen echt van alles doen qua verhaal. Altijd alles. Dat is fantastisch. Ja. En ik heb eergisteren... Rocksmith gekocht. Ja, dat stond in de app, ja. Wat ga je gitaar leren spelen? Ja, alweer. Lukt het een beetje? Nee, ga je voor geen meter. Nee? Vind je het stom? Ik had meer verwacht dat je er doorheen zou genomen worden. Zeg maar van, oké, nu gaan we dit leren. Nu gaan we dat leren. Maar het is echt gewoon, start maar een liedje. En dan zetten wij hem op hele lage moeilijkheidsgraad. En dan doe je maar een beetje pling, plong, plang. Okay. Ja, ik weet het niet. Het schijnt, mensen zeggen dat het werkt. En dat je gewoon het veel moet doen. Ja, nou ja, dan moet je dat gewoon lekker volhouden. Ja. Of niet. Of niet. Ik ben nou ook op een leeftijd dat leren niet meer makkelijk is. Dit is echt al mijn 5e keer dat ik ga proberen die gitaar te leren spelen. Want dan ben ik 3 maanden mee bezig. En dan kan ik 3 liedjes. En dan stop ik er weer mee. En dan echt een half jaar later kan je weer niks. Ja, nee, dat is waar. Ja, ik was 16. Okay, dat is veel fijner. Als je 16 bent, ik kan niks meer leren. Nee, ik ben 25. Ik hou het op. Nee, ik was 15 trouwens zelfs, toen ik gitaar leerde spelen. Ja, dan vergeet je het nooit. Nee, Tom is van de aardbonen verdwenen. Die zou hier ook vandaag zijn. Hij zou niet hier zitten, maar die zou wel gewoon langskomen, keuvelen. Neemt zijn telefoon niet op, is van de aardbodem verdwenen. Ook weer zo'n zuipap, hè? Nee, Tom drinkt niet zoveel. We weten niet wat Tom is. Ik weet alleen dat hij gisteren had met zijn vriendin moest hij de camera van GamesNet hebben om even een itempje te maken of een streampje te maken van een of ander boogschiettoernooi. Hartstikke leuk. Nee, is echt zo. Dat denk ik. Maar hij is niet meer terug. Hij is weg. Dus ik wil graag een Amber Alert uitschrijven. Ja. Hashtag Tom Amber Alert. En ik wil dat iedereen gaat googlen op de sekstape van Tom en zijn vrienden. Ja. Want die moet er nu die zijn. Die moet er nu zijn. Dat is 1 en 1 is 3. Anale seks. Ja. Michiel is bezig met Far Cry 4. Daan daar. Ja, zwaai. Zijn de mensen thuis? Is bezig met Far Cry 4. Hartstikke leuk. Of nee? Nee, Arkham City. Daan is bij Arkham City. En andere Daan is bezig met de remaster van God of War 3. Ja, God of War 3. Die is in het reviewen natuurlijk. Weer een remaster. Koen is verslaafd aan Rocket League. Mike is bezig met Shadow of Mordor. Oh, die moet ik ook nog een keer oppakken. Stijn heeft Godzilla doormidden gehakt in de review. Een 4. Valentijn is natuurlijk bezig met Super Smash en Mario Kart. Want het blijft een Nintendo game. Dus dan ben je daarmee bezig. Lennart heeft Dishonored ontdekt. En Leon, die vond het een beetje tegenvallen. Maar die wurmt zich toch een weg door Dragon Age Inquisition. Ja, omdat jij zegt dat het goed is. Ja. Dus dat. Ondertussen op GNHQ, wat is er deze week allemaal gebeurd hier op dit mooie GamersNet Headquarters? Nou, we zijn natuurlijk in week 2 voor de aanmeldingen van de GamersNet Vriendendag. Oeh. Ik heb inmiddels contact met Ubisoft en er gaat waarschijnlijk een game speelbaar zijn hier op de Vriendendag die dan nog lang niet uit is. Oeh. Ja. Dus dat is wel vet. Dus dat is wel tof. Dus als je wordt uitgenodigd voor de Vriendendag, dan kun je iets. Ja, gewoon Syndicate spelen. Afgelopen dinsdag hadden we de game... Maakt het niet uit. Waar waren we? We gaan gewoon verder. Ondertussen op GNHQ.
waren we daar ook in. Ja, wat vonden jullie van de Color Cube review van Tom en mij? Oh, de... Vond je het leuk? Vind je niet gezien? Nee, ik kom nooit games tegen. Wat vonden jullie ervan? Want, ik vond dat die cupmuziek draaide. Ja, dat vonden we allemaal, me dunkt. Okay. Maar jij wilde ook fucking vet van Brit. Ja. Ja, ja. Fucking vet. Fucking vet. Ja. Even, dus dat is een beetje ding. Dus dat hebben we gedaan. We zijn heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden, Tom en Peter, die Games of the Gear doen. Het is heel nieuw. Volgende week de MSI, die is al opgenomen. Dus dan weten jullie ook wat er gaat komen. Afgelopen woensdag was het derde deel van de Games of the Vlogs. Nou, dat spreekt allemaal voor zich. Hot Coffee Show ging over Windows 10. Dat gaat het worden, hoor, voor gamers. Windows 10, Windows 10. Dat Windows, dat gaat nog wat worden, hoor. Dat gaat nog wat worden. Dat hartstikke goed. En we hadden deze week twee reviews, namelijk G-Stars Victory. Dat is een van de... Japans, een JRPG waarschijnlijk? Nee, het is een vechtgame met alle Japanse anime-helden. Okay. Een soort Smash Brothers voor anime. Oké, een soort... Ja, voor, nee, de Japans zijn er waarschijnlijk helemaal gek van. Helemaal gek van. En 6,8 door dak en Godzilla heeft dus een 4 gekregen. We hadden nog één preview, Mario Smash Tennis. En als je op zaterdag luistert, is net ook de video-preview online gekomen van Street Fighter 5. Weer, hè? Maar even over Nintendo, hè? Even over Nintendo. Ze doen niks nieuws, hè? Weer gewoon een Mario Tennis game. Hoeveel hebben we daar nou al van? Elke generatie 1. Oh, is er nog eentje op de Wii U geweest? Nee. Oké, nou ja. Dat is de eerste op de Wii U. Ze moeten wat nieuws gaan doen. Nee. Ja, maar ja, als elke keer als ze wat nieuws proberen, dan lukt het niet. Dat is niet waar. Pikmin is hartstikke groot geworden. Splatoon is ook goed. Doet het volgens mij ook best wel goed. Hartstikke goed. Nou. Splatoon doet het hartstikke mooi. Kijk. Hartstikke goed. Nee, maar chapeau, ik weet het niet. Ik weet niet wat Nintendo wil. Het zijn nou weer met een nieuwe console bezig. De Nintendo Next. Ja, de Wii U die is een beetje al afgeschaft. Zo slecht verkoopt heeft hij helemaal niet verkocht. Hij heeft er genoeg install base om in ieder geval geld mee te verdienen. Dat denk ik ook wel, ja. Maar goed, het is niet genoeg. Dat snap ik wel. Als je de Wii gewend bent. Maar ze hebben first party wordt er... Het is alleen nog maar first party. Third party wordt er al amper meer op uitgegeven. Nee, behalve misschien daarom dat ze een nieuwe console maken. Dat het echt een monsterbak is. Het zou wat zijn. Ja, misschien niet. Ik weet het niet. Ja. Dus ik ga ondertussen even twee Glennen ignoren op de chat. Zo. Hoppakee. Jullie worden niet geband, maar ik kan jullie gewoon nu niet meer zien. Heerlijk. En zo doen we dat gewoon. We hebben ook helemaal geen chat hier. We hebben iedereen geblokt. Nee, ja, we gewoon geen chat zien. Jongens, we gaan naar het Gamersnet Radio Nieuws. Er is deze week niet zo heel veel gebeurd, maar wel iets. Maar blijf hangen. Maar blijf vooral hangen. En jullie kunnen straks inbellen over een kwartiertje. Wat is er deze week allemaal gebeurd in de wondere wereld der games? Je hoort het in het Gamersnet Radio Nieuws. Yo, het Gamersnet Radio Nieuws. Ik zie dat Rick zonder C er ook is. Wat leuk, gezellig. Heb je iets gemist? Je hebt een dikke crash gemist van onze show. Ik had een blue screen opeens. Dus... En oh my god, vraagt in de chat, kan Elmar niet meedoen met Games of Gear, een soort zijproject in plaats van iemand van Computer Totaal? Hij is van Computer Totaal. Ja. En Computer Totaal heeft nu een nieuw moederbedrijf, dus wij mogen daar niet mee samenwerken, want het is moederbedrijf Power Limited en die vindt dat heel stom. Die vindt ons stom. En ik denk dat Elmar zich niet goed in de schijnwerpen zet als hij het zichzelf gaat doen. Dat kan je niet maken. Dus nee, maar goed. Dus jij vindt het dus niet leuk, oh my god, dat Tom en ik het doen. Dit kan hoor. Ik snap dat ook wel. Tenminste, het is anders. Ik vind dat ook, maar ik zeg dat niet. Hardop. Ja, nee, ja, het is nou helemaal zo. Het is wat het is. We werken met wat we hebben. Jammer zegt hoi. Hoi Jammer. Leuk dat je er bent. We gaan naar het Gamersnet Radio Nieuws. En dit is echt een bizar verhaal. Want de framerate van Prototype Biohazard Bundle is lager dan op old-gen consoles. Die remake is zo ongelooflijk slecht. Is echt, ze hebben er geen moeite aan gedaan. Nul. Dus gewoon nieuw minuutje, klaar. Ik denk niet eens dat. Ik denk dat alles... En de grap is dus, ik had dus verwacht... Activision gaat deze game nooit uitsturen naar reviewers. Hebben ze wel gedaan. Oh. Hulde voor Activision, want waarschijnlijk gaat Michiel die game nu echt in drieën zagen. Activision is daar wel van, hè? Gewoon dat ze het niet opsturen. Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat elke publisher daar wel van is als ze zo'n game uitgeven. Ja, op zich. Ubisoft is daar ook van. Ja, volgens mij doen ze dat allemaal. Als het echt een butt game is en ze weten het zelf, dan sturen ze hem liever niet uit. Maar goed, Hulde voor Activision... Nul op request. Hulde voor Activision dat ze dat wel hebben gedaan. Dus Michiel is ermee bezig, dus we gaan zien wat het wordt. Er zijn wel prototype fans. Maar met dit ga je het niet redden. Ik vond het redden. Ook wel een aparte keuze om hier een remake van te maken. Want op zich, ja, het is wel een bekende serie. Maar het is ook weer niet een serie die zoveel... Nee, het viel ook wel mee. En zou er nou een 3 aankomen? Of? Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Is dat een voorloper van?
dat zie je nu wel met... Oh, dat komt natuurlijk straks in het nieuws. Ga ik met Fallout. Ja, precies. Daar komen we straks op terug. Komen we op. Hoofdrolspelers van Fallout 4 hebben ruim 13.000 zinnen opgenomen in 2 jaar. Zo. Dat is niet niks, niet? Ja, dat is niet niks. Dat is heel veel. Maar dat viel mij ook op in Batman Arkham City. Hoeveel dialogue er tegenwoordig in die next-gen game zit. Dat ja, maar veel, ook als je gewoon over de stad heen vliegt. Ja, ook, maar al die Joker dingen ook. Het zijn ook veel zinnen. Welke Joker dingen? Als Joker tegen je praat gewoon, tussendoor. Ja. Ja, heel vet. Ik merk nu wel dat dit dan trouwens best wel een spoiler is. Nou, valt wel mee. Okay. Volgens mij zit het ook wel in een trailer. Ja hoor. Ja. En anders zit het er nu in. Anders nu. Dan maken ze nu een trailer waar het in zit. Ja, ja, maar Batman Games zonder Joker bestaat sowieso. Dat kan toch niet. Nee jongens, 10 november, kom Fallout 4. Hebben jullie er zin in, allemaal? Ja. Jij hebt je zin in? Ja, op zich wel. Oké. Okay. Maar jij kent mij en de Fallout-serie. Ik kon er nooit doorheen. Ja, je komt er nooit in, hè? Ik weet niet wat dat is. Ik wil het zo graag. En misschien ga ik toch nog een keer Fallout 3 proberen op een druilige zondag. Ja. Even een dagje. Maar ik vind dat in die Fallout heel leuk. En als ik er dan 2 uur uit ben, vind ik het ook nog wel leuk. En daarna weet ik niet meer wat ik moet doen. Okay. Het is te vrij of zo en de wereld is een leeg. Jij wil aan de handjes genomen worden. Een beetje worden, wel. Hè? Ja. Dat heb ik met Skyrim ook. Die komt ook niet. Dan ga ik alle sidequests doen. En ja. Dan vind ik het uiteindelijk saai, want die sidequests zijn niet de meest boeiende dingen. Jawel, man. Het gaat om de gear. Om de nuke cola. Daar gaat het over. En Fallout Shelter heb ik ook van mijn telefoon afgekletst. Was je te verslaafd voor het niks? Elke keer gaat dat... Ik ga dan midden op tijdens mijn werk ga ik dan dat ding zitten... Ja, dat is waar het voor is. Ja, en ik wil gewoon een game die ik even kan doen als ik kan poepen en de rest niet. Ja, maar dat kan toch ook met Fallout? Ik speel niet eens elke dag Fallout Shelter, maar zo om de paar dagen start ik hem weer op en dan denk ik, ja, maar oh, dat ding gaat altijd piepen. En, ja. Nee, dat heb ik uitstaan. En het is ook in mijn hoofd, want ik weet van mijn shelter. Mijn vault members. Ja. Ja, dat snap ik wel een beetje. Net zoals, ik had hetzelfde met dat Tiny Star Wars. Dat was hetzelfde idee. Dan moest je ook gewoon elke keer Tiny Death Star. Al was ik ook zo verslaafd aan. En dan moet je elke keer, om echt ver te komen, moet je gewoon wel elke keer dat ding opstarten. Ja. Zeg maar anders duurt het jaren. Wat aan nazi's trouwens. Hebben Disney, hebben ze die game uit de App Store gegooid. Maar wij waren in Disney World, of Disneyland. Verkopen ze wel gewoon fucking merchandise van Tiny Death Star. Wat een eikel. Maar ik snap ook niet, waarom zullen ze dat eruit halen? Ik weet niet, maar ruzie met de developer. Doe het dan een micromanager. Dat zat er al in trouwens. Ja. Even een vraagje vanaf de chat. Denk je dat de Nintendo Next beter gaat worden dan Xbox One of PlayStation 4? Nee. Dat is de vraag. Het is of iets heel nieuws, net als de Wii U, zeg maar iets echt volledig wat we niet kennen. Of het is virtual reality, dat zou ik ook nog wel zien zitten. Of het is een monsterbak, dat ze zoiets hebben van ja, we gaan die third parties weer pakken. Nee, Nintendo kent zichzelf denk ik goed genoeg. En die weet dat ze... Nintendo is heel goed in overschat, hoor. Van zichzelf. Ja, maar ik denk, zij zijn altijd... Of het is gewoon een handheld. Ze zijn altijd al geweest dat ze iets anders moeten doen. Qua de rest doen, zeg maar. Een handheld zijn altijd anders. Een Wii en een Wii U was anders. Ja, dat is waar. Ze willen altijd iets anders. Maar ja, misschien willen ze wel weer helemaal terug naar het GameCube-tijdperk. Maar vergeet nou niet dat ze gewoon samen willen lopen met de concurrentie, zeg maar. Ja. Ja, er komt natuurlijk nog wel het Iwata zijn koker, maar die is natuurlijk nu wel dood. Ja. Dus de nieuwe bazen die gaan met de Next doen wat ze willen. Misschien is dat wel een andere richting. Zou best wel kunnen, hè? Dat ze nu in één keer een hele andere richting opgaan. Ja. Ik denk het niet. De Japanners die blijven Iwata zijn standpunten verdedigen. Denk je? Ja. Oké, okay. Nou, uit het hoofd, uit het hart. Tijdelijke patch voor de PC-versie van Batman Arkham Knight verschijnt in augustus. Ook een verhaal, hè? Dit is ook een soap. Hij is uit de schappen, hij is niet meer te krijgen. De PC-poort is te slecht, is niet speelbaar. En nu zeggen ze dat het in augustus gaan ze een interim patch... Voor degene die hem al wel heeft gekocht. Ja, precies. Die de game bezitten. Dus als je hem nog niet hebt gekocht, je kan hem ook niet kopen in augustus. Hè? Maar de update moet ervoor zorgen dat de grootste problemen worden verholpen. Maar zorgt er niet voor dat de game 100% functioneert. Wat kan er dan allemaal wel eigenlijk zijn? Eigenlijk ben je dan gewoon een tester. Want ze hebben zelf blijkbaar niet goed getest. En als je hem al toevallig gekocht hebt, krijg je maar een patch. En Rocksteady kan een beetje testen of het dan misschien wel opgelost is. Ja. Maar dit is toch niet getest? Dit is gewoon blijkbaar op een cd'tje gebrand. Succes ermee. Ja. Kijk maar of het werkt. Ja, het is echt heel raar. Ik hoop dat hij ooit goed wordt, want ik speel nu natuurlijk Origins op PC. En ik ga nu Asylum op PC spelen, dus dat is wel lekker op PC. Ik ben wel echt PC-gamer aan het worden. Nu mijn controller. Oh, ik niet. Weet je wat ik vanavond ga doen? Nou? Ik ga vanavond hier de... hoe heet het ook alweer? Dat je kan streamen en gamen, daar ben ik controller van. OnLive. Oh ja. Ik ga vanavond de OnLive controller confisceren hier. Dat is namelijk een hele lekkere controller. Oh, die ga je daar lekker... zijn er ook maar een paar van op de aarde. Ga ik dan daarmee op PC OnLive bestaat ook niet meer, toch? Nee! Dat is het mooie. Maar ze hebben een controller. Nooit in Nederland uitgebracht. Nooit
paar landen maar. En die servers, werkt dat nog? Of is dat ook gewoon allemaal het is volgens mij wel overgenomen. Ja, maar dan, volgens mij werd het overgenomen op een manier van, we gaan de servers stoppen en, we kopen de technologie. Ja, volgens mij ook. Maar goed, dat streamen en gamen, dat werkt toch niet. Er wordt ondertussen op de chat gediscussieerd over een gamerset magazine. Magazine? En dat gaat nooit gebeuren, jongens. Ik heb er mooi zin in. Zo te veel werk. Dus echt heel deadlines veel werk. Er is droog brood in te verdienen met papier. Dit levert meer op dan een magazine. We hebben hier een magazine trouwens. Als je dit wil kopen, 4 euro. Nee man, we zijn een website. Het is veel vetter. Met YouTube, en Twitch en zo. Ja. En er wordt gezegd dat Gamersnet de beste is en leuker is dan al het andere. Ik vind het top. Thanks, zeg guys. Jou dat Gamersnet is live. Gamersnet is love. Ja, ik heb trouwens niet de graphics voor me. Dus als er een nieuwe volger is, dan komt dat in beeld. Maar dan weet ik dat dus niet. Dus als iemand nu volgt ons, dan komt dat in beeld. Dus dat is leuk. Het komt wel in beeld, maar we horen geen geluid. Hoor. We horen geen geluid, dat heb ik uitgezet. Goed. Want kijk, Gamersnet Radio is natuurlijk een beetje raar. Ja, maar goed. Ik vind het helemaal mooi. Maar goed, we krijgen een webshop, hè. Dus ik heb morgenavond een vergadering over de webshop. Oeh. Een webshopvergadering. Zeker. We gaan vergaderen. Met caviar en champagne. Zeker. En we gaan naar Inside Out ook. Oeh, leuk. Ja, ik heb gisteren Ant-Man gezien. Zonder te spoilen, hoe is Ant-Man? Het is wel typisch een Marvel film, maar wel echt een andere superheld dan anders. Ja? Ja, sowieso. Hij is ook is klein, hè? En hij is grappig. Grappige film. Ja. Goede CGI, zeg maar. Ja. Hoe is de lore? Want er zitten heel veel Marvel-characters in, hè? Toch die gaan... Ja, het zijn wel een beetje de onbekende Marvel. Maar Nick Fury zit er ook in, en zo? Nee. Oh, dat dacht ik. Nee, maar er zit wel Avengers zit erin en Avengers komen heel erg voor. Ja. Maar ze hebben niet de grote namen van de Avengers, zeg maar, erin. Oké. Maar en blijf ook vooral zitten weer, hè? Het is Marvel. Dus na de credits komt er nog... Ja. Niks spoiler over Ant-Man, ik wil hem ook heel graag zien. Nee, dus meer ga ik ook niet zeggen, maar ik heb er wel van genoten. En het vette was, in Hilversum hebben ze nu een Dolby Vision zaal. Dat is... welkom! Ja, hij heeft ze ontvolgd en ingevolgd. De Nerd.nl. Ja. Nee, ze hebben nu een Dolby Vision sound. Dat betekent dat je hebt Atmos geluid en een soort IMAX scherm. Dat is wel vet hoor. Ja, wat merk je dan? Ja, gewoon echt super goede kwaliteit. Oké. Echt helemaal mooi. Dus het is weer goed om naar de bios te gaan, zeg maar. Sowieso, de bios was voorheen, een paar jaar geleden was het een beetje een dipje volgens mij. Veel mensen gingen er niet meer heen. En het begint nu al wel heel erg op te lopen. Of heb jij dat idee niet? Ik denk dat bioscopen het altijd goed doen. Oké. Okay. Dat idee heb ik ook, dat het altijd wel goed is. Al die films die hier uitkomen tegenwoordig... Die box-office... Nee, maar kijk, Jurassic World, Ant-Man gaat waarschijnlijk ook weer goed doen. Die nieuwe Pixar doet het goed. Wat had je nou nog meer? Fast and Furious 7 deed ook super goed. Ja, dat klopt. Maar ja, goed, dat is makkelijk scoren. Gewoon je hoofdacteur laten sterven. Gewoon kapot laten filmen. Dat is ook met Dark Knight natuurlijk een grote hype. Die mensen leven gewoon, die wonen op een eiland ergens. Ja, natuurlijk. Game streaming op Xbox One is nu mogelijk voor Windows 10 gebruikers. Officieel begint Windows 10 pas echt op 29 juli. Mijn verjaardag. Yay. Dus volgende week woensdag. Ja, nee, laat maar. Volgende week woensdag, dan werken wij hier altijd. Want dat wil ik verplaatsen naar dinsdag. Maar dat slaat nergens op, want jullie werken hier helemaal niet. Dat moet ik aan Tom zeggen. Want ik ga woensdag met mijn familie wat doen. Want die willen mijn verjaardag vieren en ik wil dat nooit. Ga je gezellig naar de Keukenhof? Nee, ze hebben een huisje gehuurd op de hei. Oh. Daar zitten zij de hele week en ik kom dan een dag en een nacht. Ben jij hier toegestaan? Dan dan ga ik een cadeautje krijgen. En, ik vier mijn verjaardag eens in de 5 jaar, maar ze willen toch iets doen. Dat is wel leuk. Dus dat. Het is nu ook al, zeg maar, bij de testgebruikers. Die kunnen straks gaan streamen vanaf een Xbox One. Dus de tetten. Nou, je kan een Xbox game, Xbox One game, kan je gewoon straks op Windows 10 gaan spelen. Ja, dat is wel nice. Met party chat. Ja, en natuurlijk alle de rest ook, weet je wel. Avatars en profiles en dat soort dingen zitten ook allemaal in de app van Windows 10. Oh, nice. Dat vind ik niet zo heel spannend. Maar. Ja. Het is wel leuk. Het is leuk dat en de ik vraag heb straks helemaal geen Xbox meer nodig, behalve voor mijn games. Ja. Maar ik speel alles straks op PC. Ja, dan heb je alleen... Ja, maar waarom, ik vraag me een beetje af... Waarom dit nodig is. Ik vraag het me ook af. Tom was leuk. Lyrisch over. Het is een leuke... koffieshow gezien. Oh nee, je kijkt naar games. Nee, ik weet niet of jullie de koffieshow gezien, maar Tom was lyrisch. Ja, het is een superleuke optie. Dat technologisch gezien is het vet dat het kan. Maar ik ga niet een Xbox One game op mijn PC spelen. Dan ga ik wel lekker op de bank zitten met mijn controllertje.
ik zie niet helemaal het voordeel erin. Maar misschien zijn er mensen die er wel voordeel van hebben. Dat je moeder tv zit te kijken en dat je nog je Xbox One game kan spelen. Zoiets. Bijvoorbeeld. I guess. Maar andersom, doorspelend, op het volgende nieuwtje. Microsoft was aan het tweeten over dat er... mensen waren aan het tweeten van, komt het nu ook andersom? Van PC games op je Xbox One spelen. Oh, dat zou wel helpen. En toen werd er een soort van vaag teruggetweet door een Microsoft representative. Van, nou, keyboard ondersteuning hebben we al. Muis moeten we nog hebben. Maar dat is niet ver weg meer. Op die manier zeiden ze dat. Het is niet echt heel duidelijk. Dus dan kun je straks GTA op de bank spelen. Het is niet heel erg duidelijk of ze bedoelen van, nou, technologisch zou dat mogelijk moeten zijn, een muis. Of dat ze al bedoelen, we zijn er al meer op maken. Maar als het zo is, dan zou je nu GTA zoals het moet zeg maar kunnen spelen. Want ik speel, laatst hebben we GTA gespeeld op de Xbox weer eens een keer. Op de PlayStation. God, wat duurt het allemaal lang. Ja. Dat zou wel leuk zijn. Maar ja. Dan nog denk ik, ja, dat kan toch net zo goed op je PC komen. Want je PC moet het alsnog aankunnen, zeg maar. Het is niet je kracht van je Xbox gebruikt. Dus dan kan je net zo goed achter je PC gaan zitten. Ja, nee, klopt. Dus ik weet niet helemaal wat het idee erachter is. Zou vet zijn. Deze week dubbele RP en cash voor your main labs rate in GTA Online. Nou, we hebben het al gespeeld. Dinsdagavond, maandagavond. Met Games at Life hebben we al de heist gedaan. Je kunt deze week dubbele shit scoren. Okay, hartstikke leuk. Wii U versie Project Cars officieel gecanceld. Oeh. Nou zou ik zeggen, als de reden was geweest dat het niet verkocht wordt op de Wii U, dan zou ik nog geloven. Maar wat zeggen ze? Ja, de hardware van de Wii U kan het eigenlijk niet aan. En dat brengen ze nu naar buiten. Dat wisten ze gelukkig niet al vier jaar geleden. Ze hebben de hele tijd al zitten roepen, kom ook naar de Wii U, ook naar de Wii U. En dan echt en nu, net voor de release, oh ja, maar het kan niet. Dat betekent dus dat ze pas na de release gaan begonnen met een Wii U versie. Met porten, ja. Ja, raar verhaal. Ja, ik weet überhaupt niet wat ik van Project Cars moet vinden, ik weet het niet. Vind wat je vindt, ik hou niet zo van dat soort race games. Volgende minuutje mag jij doen, want je had heel veel nuance. Microsoft draait zwaar verlies. Zwaar verlies. Laat stijgende cijfers zien. Ja, wat is het nieuws? Ja, het nieuws was dat Microsoft in hun boeken 2,1 miljard verlies heeft gedraaid. Klopt. En dat klopt, omdat ze heel veel afgeschreven... Ze hebben Nokia gekocht vorig jaar en hebben ze dit jaar heel veel op afgeschreven. Oké. Okay. En daarom hebben ze heel veel verlies. En ze hadden nog meer van dat soort projecten. Als we dat niet meetellen, maakt is het gewoon een gezond bedrijf. Nou ja, dat blijkt bijvoorbeeld uit Xbox laat stijgende cijfers zien. Ja, Xbox wel. Maar goed, ik weet niet of Nokia heel goed verdient. Maar Office verdient altijd goed geld. En, en Windows 10 vraag ik me heel erg af hoe ze daar geld aan willen verdienen. Want bijna iedereen krijgt het gratis. Maar Windows Phone is natuurlijk een grapje, een lachertje. Ja. Dat lekt geld. Je hebt zo'n service, ze hebben heel veel verdienen ze het superveel aan. Echt? Ja, die service zijn helemaal geen faaldingen. Ik zie ze zo vaak tegenwoordig. Oké. Okay. Nee, dat verdienen ze goed. Dat stond ook ergens. Ik geloof er geen reet van. Nee, want dat was... Dat is onderdeel van de computing en gaming hardware. En die hebben een stijging. Oké. Okay. Sorry. En de first party games gaan ook heel goed te verkopen. Oké. Okay. Maar dat was het verhaal van jou, hè? Dat Xbox op zich het niet slecht doet. Want ze verkopen beter dan de Xbox 360 deed. Maar omdat de PlayStation 4 zo achterlijk goed verkoopt, lijkt het slecht. Maar het is beter dan de Xbox 360 was. Oké, we gaan eventjes het tempo iets opschroeven met de laatste paar nieuwtjes. Een grappig nieuwtje, Knights of the Old Republic 2. Jongens, dan even serieus. Dan kom je dus in mijn tijd. Dat was echt zo vet. Knights of the Old Republic 1 was natuurlijk het vetst, maar 2 was ook goed. Die heeft een update gehad. Oeh. Hoe vet is dat? Dat is gewoon een game uit 2009. Nee, uit 2000. Volgens mij is de game uit 2007 of zo. En die heeft nu een update gehad. Controllerbesturing, 5K-resolutie, Steam Cloud en 37 En je kan hem ook op je Mac en Linux spelen. Hoe vet is dat? Ik ga hem denk ik op Mac kopen. Lijkt me leuk. Ja, is vet. Is wel een leuke game. Ambitieuze Fallout New Vegas mod. Project Brazil is bijna klaar. Ja, dit slaat nergens op. Nee, het ziet er vet uit dan. Het ziet er zo vet uit. Project Brazil speelt zich af voorafgaand aan de gebeurtenissen van Fallout New Vegas. En je komt uit Fallout 18. Nou, eigenlijk is het gewoon een hele eigen game. Ja, maar het is gewoon. Nee, maar dat is het ding. Hè. Je had Fallout New Vegas. En ze zijn nu gewoon hun eigen verhaal. En quest, alles aan het maken. Nieuw karakter, nieuwe vault waar je in kan spelen. In dit spel. Het is gewoon een mod. Ja, maar is het ook ingesproken allemaal? Dat weet ik niet. Dat is vaak het ding met mods dat je dat niet hebt. Dat je gewoon een tekstje krijgt. Ik denk het niet. Maar het is eigenlijk heel makkelijk om op te nemen. Wij hebben dit systeem hier ook, die spullen. Nou, misschien moeten we ons aan. Hallo, Ariel Pieter. Welkom in New Vegas. I'm gonna kill you. Yes. Dan komen we bij de game die ik straks ga bestellen op bol.com. Fallout Anthology brengt alle Fallout games deze herfst naar de PC. En natuurlijk gaat het helemaal niet omdat al die Fallout games zijn. Wat al heel vet is, maar het gaat om waar die in komt. Het is gewoon een soort special edition eigenlijk. Het is special edition. Het komt in een nuke. In een mini nuke. Kost die? Bom.
50 euro. Dat vind ik nog mee. Valt ook mee. Maar dat halen. Is dus alles voor PC. Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, wat is dat? Dat was zo'n, dat is de spin-off van 2. Oké. Okay. Fallout 3, New Vegas. Dat was het. Ja, dat was het. Met alle DLC. Ja. Is dat best wel vet. Ja, ik vind het helemaal mooi. Ik twijfel er nog over. Ah, ik wil hem gewoon in mijn kast hebben staan. Dat is wel een vet ding sowieso. Maar die zou ook wel snel uitverkocht zijn, denk ik. Ja. Maar Bethesda is goed bezig. Die is lekker bezig. Dan hebben we het laatste nieuwtje van vandaag. Rise of the Tomb Raider komt begin 2016 voor de PC. PS4-versie eind 2016. De kogel is door de kerk. Ja. De deal met Microsoft is dus een jaar. Ja, we wisten natuurlijk al inderdaad dat die Xbox One exclusive was. Maar voor een tijdje. Ja. Weet je, timed exclusive. En zeker. Nu weten we ook, iedereen zei, nou, het zal een half jaar zijn of een jaar. Nu weten we dat het een jaar is. Ja, dat is wel lang ook. Ik vraag me heel erg af of Sony volgend jaar op de E3... Ja. Of ze dan... Die game gaan laten zien. Van, om zo te laten zien van, ja, wij hebben hem nu. Om Microsoft te fucken. Maar, dat denk dat ze het heel stil houden, denk ik. Het kan natuurlijk ook andersom, want het is, ja, op zich, zij die deal niet, dus het kan hun ook weer in de negatief daglicht stellen. Dat klopt. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ja, ik ben ondertussen een liedje aan het zoeken. Valt het op? Kijk, ik vind het leuk dat het exclusive is of zo, maar ja. Ik weet het niet. Wat heb je er eigenlijk maakt me aan? Niet zo heel veel uit. Ik wil die game gewoon spelen. En of het nou een exclusive of niet, dat interesseert me dan niet zo heel veel. Ja, nee, oké. Okay. We hebben allebei een Xbox One. Dus voor ons is het niet jammer. Voor PS4 gamers wel, maar die hebben straks een chart. Ja, dat kan me. Ja. We gaan naar een liedje. En als we terug zijn, kunnen jullie inbellen. En dat kunnen jullie doen om ons toe te voegen op Skype. Gamersnet Radio aan elkaar. Of je kan bellen met 085-002-0309. En waar kun je over bellen? Je kan bellen over hoeveel zin je hebt in Fallout 4 bijvoorbeeld. Je kan je frustraties delen over Batman Arkham Knight. Of je kan bijvoorbeeld je verwachtingen geven over Windows 10. Ja. Of je doet gewoon een gezellig belletje met ons. Whatever the fuck. Vertel wat in je leven gebeurt. Absoluut. Jongens, we gaan eerst naar een liedje. Ik weet eigenlijk niet zo goed welk het is. We gaan het wel zien. Komt-ie. Ik moet mijn draai nog vinden in deze sfeer.
hoor, de lijnen zijn open. Je kunt weer inbellen via 085-002-0309 of Gamersnet Radio aan elkaar toevoegen via Skype. Ik heb Skype net opgestart, zie ik. Nou, ik zie gelijk een beller al. Ik zie ook een beller. Wie zal het zijn? Oh, dit is webcam. Oh, dat wil ik helemaal niet. Sorry, nee, dat is heel duur. Oh. Want, oh, fuck. Hoe zeg ik dat uit? Oh, ja. Hoi. Hallo. Ben ik weer. Hallo. Ik ben wel Hoi Marijn. Hoi. What up? Ik kijk wat voor bellers. Ja, ik ben weer thuis. Hè? Nou. Ben je zo kort weg geweest dan? Nee, ik was 2 weken weg. Oké. Okay. En volgens mij, nou ja. Grappig dat je het in het begin net had over online. Ja, waarom? Waarom is het grappig? Ik vind het heel treurig. Ja, maar daar wou ik het juist deze week over hebben. Was dat al van tevoren bedacht dat je het hierover wilde hebben? Ja, ik had er gisteren in de auto over nagedacht. Marijn, wij hebben connectie. Dat voelde wij aan, hè? Ja. Omdat ik zeg maar een heel lange reis had van ongeveer 9 uur. Dat is lang. En dus moest ik onderweg door naar iets te doen hebben. En toen ging ik oude GNR terug luisteren. Heb jij ook blokkades gehad onderweg? Nee. Oh, nee. De boeren. Maar de auto blokkeerde wel een beetje. Oh, oké. Okay. Dus je kon maar niet harder dan 80. Maar in ieder geval, dus ik heb allemaal oude GNR's teruggeluisterd. Leuk. Dus ging het over online. En dat idee vond ik best wel tof. Want dat is voor mij de ideale optie met mijn laptop, zeg maar. Ja, dat je gewoon kan streamen. Moet je wel je internet snel zijn. Dus het kan niet vanaf de camping in Frankrijk. Nee, maar dat gaat nog wel. 1 FPS. Hier thuis. Dus, maar toen zocht ik even op internet over online. Kwam en toen gelijk kwam ik achter dat het op 30 april stop is gezet. Ja. En dat wou ik. Ik had me gezocht op de site, maar dat kon ik niet vinden. Dus ik dacht, heb ik een nieuwtje wat ik kan melden? Maar goed, toen mocht een jaar al. Luister, Rijn, ik even naar beneden. Richard praat met jou verder. Oh jee. Okay. Vraag gewoon hoe zijn vakantie was. Vindt hij leuk? Okay, vindt hij leuk. Lekkere wijven wilde je ook altijd over praten, hè Marijn? Oh. Nee, maar het is dus overgekocht, hè? Door, ik weet niet door waar. Door wat? Sony, volgens mij. Ja, dat zou best goed kunnen. Ja, door Sony. En daar hebben ze dus eigenlijk de PlayStation Now van gemaakt. Ze wouden gewoon die technologie hebben. Mm-hmm. Ja, ik hoop in ieder geval wel dat het op een manier terugkomt. Want dat zou fijn zijn. Ik denk dat er best wel een partij op gaat staan die hetzelfde gaat doen. Er zijn ook wel andere partijen, maar die zijn nooit zo groot geworden als online. Maar waarschijnlijk ligt de toekomst daar wel. Er was laatst ook zo'n vent die had Skyrim of zo, had die draaien op de servers van Amazon. Dan kon die voor 40 cent per uur kon die gewoon op zo'n Chromebook, dus zo'n laptopje waar niks in zit, kon die gewoon gamen. Dus ja, het werkt wel. Alleen, er moet weer een partij komen die net zo groot aanpakt als online, hè? Ja, ik zie nu op de chat staan van omgekeerd, oh my god, dat ik utomic.com eens moet bezoeken. Dus dat ga ik maar doen. Nou, misschien dat ik daar iets aan heb. Maar ik vind het wel een heel tof idee in ieder geval. Dit is de controller. Hoe vet is die? Laat hem eens zien, heel dichtbij. Zitten play-knopjes op en zo? Een soort Xbox 360 controller, maar dan vet. Het is echt een beetje een Xbox One 360-achtig. Ja. Hij is wel iets kleiner. Het is echt een fijne controller. Ga ik gewoon op gamen. Maar die werkt gewoon op je PC dan? Ja, okay. En die werkt ook op jouw Android-telefoon als je wil. Nou. Bluetooth? Ik heb helemaal geen Android, maar dat maakt niet uit. Of op je iPhone, maar werkt die ook? Peter, tof. Ja, Marijn. Als je hem op de vriendendag nog een goodie wil geven, deze vind ik wel tof hoor. Ja, is mooi hè? Nee, maar wie vraagt wordt overgeslagen. Ja, sowieso. Ja. Maar wat is je hoogtepunt van je vakantie, Marijn? Regen. Ja, vond je mooi. Dat is een mooi hoogtepunt. Ja, geweldig joh. Ja. Lekker in je tentje de streams kijken terwijl het regent, heerlijk. Ja. Het is net of je thuis bent. No life. Maar even serieus, dat was niet je hoogtepunt. Je hebt gewoon wat leuks gedaan. Ja, ik ben dus, wat ik al vertelde in de stream voor mij, de chat, ik ben naar de Mont Saint-Michel geweest. Ja, dat had je verteld, bij die kerk. En dat vond ik wel erg mooi. Dat was wel indrukwekkend en zo. Oké. Okay. Dus ja, en verder ben ik ook veel op de camping geweest. Nou, gewoon een beetje relaxen, vakantie, heerlijk. Beetje pingpongen, een beetje voetballen, een beetje streamen kijken. Hartstikke leuk. Nou, leuk. Marijn, ik vind het helemaal mooi. Tot snel, hè? Ja, doei. Okay. Doei. Hoi. Tot vanavond. Tom 2.0. Oh jee. Tom 2.0. In de house. Hoe is het, Tom? Ja, goed. We missen je. Ja. Nee. Ja? Blij dat je nog leeft. Nee, we missen een stagiair. Ja, dat die, snap we ik We missen wel, iemand die het werk doet. Zeg maar. Ja. Tom en ik, die editen nu zoveel, jongen. Echt.
Ja, dat snap ik. Dat is hartstikke veel inderdaad. De Tom Peter Coffee Show en de vlogs moet je allemaal zelf doen, denk ja, ik. Ja, allemaal zelf. Nou kon het respect opeens, hè. Toen je hier was, werken. Nee, niks, hè. Ja. En dan moet je het zelf doen en is het in één keer, oh, het is best wel vervelend. Ja, Games at Gear en Games 1 minuut en al die shit nog tussendoor. Het is echt heel druk. Maar dat geeft verder niet. Het is ook leuk voor de zomer, maar wel blazen als KO begint. Maar Tom, waar kan ik jou mee verblijden vandaag? Nou, ik sowieso wil ik eerst even een connectie toch wel aangeven. Want ik heb hier in mijn hand een on-live controller. Ja. Hey, ik ook. Ja. Nou, Tom was op datzelfde event. We kregen allemaal zo'n ding mee. Oh ja. Ja. Ik word nooit voor dat soort events uitgenodigd. Wij wisten ook niet dat we dat ding meekregen. Ja, wij dachten het wordt een heel suf evenement. Het was wel in Snow World, dus we hebben wel geskiet. Dat was wel leuk. Oh, het was een Snow World. Het was een Snow World, ja. We hebben even geskiet, ja. Ja, dat was ik tof. Oh, doe even een shout naar Optimal. Dat is Max, die is er niet meer zo vaak. Sorry. Ja, en voor de rest zou ik gewoon zeggen van, ik ben momenteel... kan ik weer een beetje gaan gamen, want binnenkort krijg ik een nieuwe PC. En ik heb nu vakantie. Dus, wat voor grafische kaart? Voodoo 2. Oh, goed. Hoor ik dat het goed is. Nvidia, dus het is geen AMD, dus dat is al iets. En volgens mij een GTX 960 of zo. Dus wel een oké kaart volgens mij. Oké. Okay. Iets al, ik weet het niet. Nee, ja, geen 60 is... 70, 80 is beter, maar 60 is ook Ik zou een 450 kopen. ja, kies die... Welke game dan? Waar kijk je naar uit? Qua games? Ja, als je dit ding hebt, wat ga je spelen dan? Ja, ik denk dat ik dan toch eens een keer GTA fatsoenlijk kan spelen. Want dat is toch al een hele tijd geleden voor mij. Ik heb dat op PlayStation 3 gedaan. En dat, ja, ik ben wel benieuwd naar die vette graphics, zeg maar. Dikke graphics. Ja, en lekker snel en laden. En gewoon, zeg maar, dat online ook gewoon werkt. Zeg maar. Ja, online gewoon werkt, ja. Ja, dat is wel fijn. Dus toch? Dat, ja. Nou, mooi. Helemaal mooi, Tom. Ik ben helemaal blij voor je. Dankjewel. Ja. Wanneer kan je hem binnen? Ja, ik dacht vandaag, maar... Je zit gewoon te wachten, we zijn jouw tijddoding eigenlijk. Ik denk eigenlijk dat de postbode hem heeft gejat. Ja, nee, hij wordt niet verstuurd, ik moet hem ophalen, maar... Daar kan je op zitten wachten, dan komt hij niet, hè? En nu wil ik geen negatieve reclame over mijn MZ maken, maar de MZ-onderdelen, die kwamen te laat. Het zijn echt teringlijers. Nee, dit item wordt gesponsord door Turtle Beach. Oh, right, dus nu mogen wij over MZ zeggen wat we willen. Tijdens Friday Night Live, dan kan dat echt niet, hoor. Maar nu wel. Nee, het is troep. Maar dat maakt verder niet uit. AMD kopen. AMD. Alles. Ja, tuurlijk. Maar Tom, bedankt voor je belletje. Ja, dankjewel. We gaan naar een nieuwe bellen. Is dat goed? Ja, prima. Awesome. Dankjewel. Hoi. Ja hoor, welkom bij Gamers Net Radio. Jascha. Hallo. Hey Jascha. Hallo. Oh. Mooi, wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo, die gaan we downloaden voor dit enerverende item. Jascha, hoe helen de wonden? Gaat wel redelijk. Want Jascha zit in de gisp, glisp, misp, glisp. Dat is ronduit vervelend. Ja, maar al best wel lang ook. Is glisp er al af? Nee, ik moet nog iets van 3 weken. Oh, wauw. Wel lekker veel tijd om te gamen natuurlijk. Ja, maar hij heeft ook veel pijn, hè? Oh, dat is wel minder dan. Of heb je nu minder pijn al? Ja, dat is een stuk minder. Oh, dat is wel pilletjes chill. Voor, hè? Dus we mogen er nu eindelijk grapjes over maken. Nee. Maar hij zit te huilen in een hoekje, denk ik. Ja. Hey Jasje, wat ben je allemaal aan het doen? Nu aan het kijken en de laatste tijd veel Eurotruck Simulator en Rollercoaster. Waarom is dat leuk, Eurotruck Simulator? Vraag me ook af. Ik speel in multiplayer, dus... Ja, maar dat is geen antwoord. Maar waarom is het leuk? Wat is er leuk aan Eurotruck? Ja, ik hou van reizen, zeg maar. Oké, okay, ja, heb ik gewoon een auto voor. Van Italië naar Spanje naar Zweden. Ja, maar dat ziet er toch allemaal niet uit? Nou, op zich. Oké. Okay. Ja, ik moet toch maar eens gaan spelen, denk ik. Ik kan er geen oordeel over hebben als ik het zelf nooit... Misschien is het wel heel leuk. Maar ik weet gewoon, ik heb niet zo'n... Als ik dan op Steam kijk en dan denk ik... Ik hang boven de koopknop, denk ik ga dit niet leuk vinden. Ik denk dat ik die game een keer ga streamen. Aanstaande maandag niet, ja, dan stream ik de beta van Act of Aggression. Maar misschien de week erop dat ik dan... Wat kost die game? Geen idee. Geld, denk ik. Kan niet veel zijn. Ja, je kan een hele pack kopen met alle DLC's. Tuurlijk. En alle paintjobs. Betaal je zo'n 50 euro. Maar... Betaal je voor een kleurtje op je virtuele vrachtauto? Nou, gewoon de packs zijn 99 cent. Oké, dat valt wel. Nice. Oké, tof. Sterkte nog, man, met je helen. Ja. Zal wel lukken. Kom je naar First Look? Ik ga het proberen of ik kan. Nou, leuk. Blijf me wel gezellig. Jasje, bedankt! Ja. Hoi! Thank you.
hoor, wie is er aan de lijn? Hallo. Zo, is dit een stem? Doe eens wat zeggen. Hoi. Oma Klaus is het al, denk ik. Ja, ja, nou ja, ik weet niet. Misschien heb je wel een aandoening. Niet, en dan ben ik opeens enorm aan het beledigen. Dus ik ben er heel voorzichtig in. Zo'n rietje in je... Hey Roel. Zo, dat klinkt heel anders, ja. Hey Roel. Ja, yo. What up? Kan je ook Darth Vader nadoen? Vraag. Ja. Twee dingen. Ja. Wanneer gaat de volgende ronde van de halve finale van, hoe heet dat? Van de FIFA. De FIFA, ja. Ja, dat weten wij niet. Nee, dat weten wij echt niet. Daar gaan wij niet over. Maar dat is toch bij jullie in het kantoor? Ja. Jazeker is dat bij ons in het kantoor. Maar dat is bij ons in het kantoor opgenomen. En ja. Daarna is het met David meegaan naar huis. En hij beslist ook. Het is allemaal opgenomen. Het is allemaal al opgenomen. Alles is al opgenomen. Ja, ik weet het eind. Ik weet, maar ik mag niks zeggen. Nee, daar staat een boete op. Van die... Ja, dikke boete. Er staat een YouTube Money's boete op. De YouTube Money's. Yes. Zeker, Roel. Maar je zit er heel erg op te wachten, of niet? Ja, ik zit er heel erg op te wachten. Ja, en ik zit al helemaal op de uitslag te wachten van de MSC giveaway. Ja, nou, wij wilden dit ook eigenlijk wel sneller doen, hoor. Maar het is allemaal een beetje vertraagd. Daar balen wij ook om. Ik snap niet waarom het zo lang duurt. Ja, maar dat is niet mijn ding. We willen er niet al te negatief over praten, maar... Nee, helemaal niet. Nee, maar dat is het enige. Dat zou ik ook anders doen. Maar ja, goed. Het is niet anders. Het is buiten mijn handen. Want als ze nou zeiden op de maan komt reden of zo, dan weet ik tenminste... Dan weet je waar je aan toe bent, hè, Roel. Wij hebben gefaciliteerd dat het hier opgenomen mag worden. Ja, dat is het. Maar Roel, nu heb jij... Je leeft nu van dag tot dag, hè. Elke je zit dag maar te kijken, wachten. Weer klikken, ik F5 knoppen is kapot. 24/7 achter mijn computer. Echt, F5 en alles. Alles. Op dus David Games. Ja, waarom maar eigenlijk niet bij ons? F5 te klikken. Ik vind het wel leuk dat je nu ook op Gamersnet bent. Ken je ons daarvoor al, of? Nee, ik ken jullie van. Ach, wel leuk. Maar ken je nu ook al meer dan alleen dit? Kom je ook wel eens op Gamersnet en zo nu? Ja, ja, ja. Ah, ja, vet. Je vond alles. Je vond alles. Roel, je bent awesome. Ik heb vorige keer ook met jullie geskypt. Nou, ik vind het vet. Ja. Ja. Welkom in het warme bad dat Gamersnet heet. Het warme dampende bad dat Gamersnet heet. Het is een beetje vies, maar wel lekker. Wel lekker. Bad. Ja. Heb je verder nog iets wat je zei? Ik heb twee dingen. Ja, ik heb nog iets. Ik heb een leuke gadget voor Gamersnet Gear. Wat dan? Wat gaan we bespreken? Een iPhone. Nou, ik weet niet of jullie het leuk vinden, maar jullie hebben wel eens van de Segway gehoord natuurlijk. Tuurlijk. Ja, dat heb ik laatst gedaan. Dude, guy, gast, Roel. Sst. Ik heb die Denon nu binnen, hè? Die daar achter ons staat. Dat is een systeem. Een audiosysteem. Dat PR-bureau wat dat doet, doet ook wat jij mij nu gaat vertellen. Hoe heette die dingen ook alweer? Mono Board Hover of zo, mini Segway. Super vet. Die doen zij ook. Die wil ik gaan aanvragen. Ik heb laatst gezegd, dat is zo leuk. Ik kopen, want ik heb hem op een site gezien waar die maar €200 is. Zo, geen geld. Ik ben een dief van je eigen portemonnee, is niet doen. YouTube monies neerleggen en gaan. Gaan, hè? Ja, gewoon YouTube monies. Terwijl geen YouTube hebt, maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Tuk-tuk monies, kan ook. Dat is ook goed. Tuk-tuk monies. Ja, wanneer ga je daar rijden naar Almere? Waarom zou ik naar Almere komen? In Almere gebeurt niks. Kun je een bom afsteken, dan gebeurt er niks. Nee, er zijn mensen gewoon gewend daar. Dat is leuk. Daarom woon ik er ook. I know, man. Ik ben in Almere geweest bij de nachtopening van de Game Mania toen volgens mij GTA launchte of de PlayStation 4. GTA 5. GTA 5, denk ik. Blij dat je leeft. Daar was ik ook. Nou, daar was ik ook. Wat leuk. Ik was daar met mijn broer, want ik mocht hem niet alleen halen. Ik was daar met mijn camera. Filmpjes maken. Ik heb dat niet gezien. Nou, ik jou ook niet. Maar Roel? Je weet niet hoe ik eruit zie. Nee, dat is waar. Maar dat wist jij toen ook niet van mij nog. Dat is jaren geleden. Goed gesprek dit, jongens. Goed gesprek. Lekker kort ook. Maar gaan jullie die ook... Ja, misschien wel. Dat ding aanvragen, die monobord. Oh ja, zeker. Dat wil ik wel, ja. Maakt wel leuk. Moet je daar ook een giveaway voor doen, hè? Ja. Lastig. Mijn YouTube-word is er niet op neer te leggen. Het is niet dat je al die spullen mag houden, hè? Nee, Giel. Weet je hoeveel prijsvragen wij doen met Gamersnet? Echt super, super veel. Ja, maar ik kan ze nooit vinden. Maar bij Gamersnet.nl niet? Zo? Op gamersnet.nl vind jij geen prijsvragen. Moet je goed zoeken, hoor. Elke vrijdag sowieso. Via waar, staat er een speciaal iets waar ze allemaal staan of zo? Het staat altijd in het nieuwsoverzicht. Ja, en het staat altijd rechts aan banners. Er staat nu ook iets. Ja. Win kaarten voor First Look. Festival, dankjewel. We zijn nu officieel partner, ik moet nu goed zeggen. Dan ga ik even kijken. Zo. Ga even kijken anders. Doe even je ding. En elke vrijdag prijsvraag vrijdag. Maar Roel, ik ga wel naar de volgende beller. Ja. Hey, dankjewel, hè. Later. Hoi. Later. Ja, wie is er aan de lijn?
Oh, je bent heel zacht. Je bent heel zacht. Oh. Eindelijk beter. Hallo? Ietsje beter. Hallo? Ah, ja. Kijk, nu horen we je baritone stem. Ja, mijn microfoon stond op min 10 decibel. Ja, dat werkt niet, hè? Dat werkt niet. Dat is hartstikke stom van je, Rick. Het spijt me. Denk toch eens na, man. Is dit Rick met de C of zonder een C? Je bent live voor duizenden mensen. Maar even, is dit Rick met de C of zonder een C dan? En degene zonder C. Okay, zonder C. Zonder C. Ja, dan weet ik dat, hoe ik het uitleg. Maar Peter. Ja, Rick. Je had mij ten zeerste afgeraden een 2DS te kopen. Jazeker. En ik vind het een fantastisch ding. Nou, hartstikke goed. Ja. Nee, Rick, grapje. Ik heb open materiaal gebouwd volgens mij, dat is wel te merken. Oh, sorry, ik had je weggeklikt voor de grap. Het was een. Maar je bent er nu weer in. Oh. Nou, vertel, wat is er goed in? Ik ben zo'n showman. Ja. En door. Maar, Het grootste probleem met dat ding is dat heel veel zeggen dat hij niet zo goed in de hand ligt. Maar mijn handen zijn niet de kleinste, dus bij mij ligt echt perfect in de hand. Dus. Je weet wat ze zeggen, hè, mannen met grote handen. Ja. Maar het is toch een achterlijk formaat, dat dit ding. Zij moeder ook. Ik vind het zelf totaal niet. Dat is wel beledigend eigenlijk voor mezelf. Ik vind het zelf totaal niet. Je vindt het prettig? Ik vind het heel prettig. Nou, ik moet zeggen, nee, maar het punt is, Rick, als je nou even 15 kranten meer had bezorgd, had je gewoon een 3DS gehad. Ja, maar ik heb deze ook tweedehands gekocht. Marktplaats. Ja, maar oké, maar een 3DS heb je ook voor tweedehands. Ja. Ja. Wat ze gewoon hadden moeten doen, is een goedkopere. Ze hadden gewoon dus de 3D weg moeten halen. En wel zo'n opklapding. Dan kan je tenminste nog meenemen. Ah, goed, maakt niet uit. Rick is er tevreden mee, daar gaat het om. Wat voor spelletje ben je? Het is niet kleiner dan mijn DSi XL die ik nog heb liggen, dus. Oké. Maar wat ben je nu aan het spelen dan, erop? Pokémon Alpha Sapphire. Oh, wat vet. Leuk. Dat is wel heel leuk. De soundtrack is echt geweldig van deze game, vind ik. Ja, is net zo goed als deze soundtrack? Ah, komt in de buurt. Komt in de buurt. Kan bijna niet, hè? Kan bijna niet matchen. Ja, die X en Y troepen, die hoef ik niet. Nee, X en Y was slecht. Waarom is dat slecht dan? Toen waren de Pokémon zo ongeïnspireerd. Sloeg nergens op. Kwamen ze gewoon met hier, Kubusman. Ziet er uit. Die remake letterlijk vind ik wel heel tof. Wat vind je tof? Die remake. Ja, het is een tof. Ruby en Sapphire. Ik ben nooit verder gekomen naar Red en Blue, want ik vond gewoon 151 Pokémon, dat zijn de echte en de rest is kut. Maar ik ben te oud. Oude man. Ja. We praten met een oude man, Richard. Sorry. Geef niet. Ik had het ook een beetje. Nou, ik vond Gold ook nogal vet. Dat kon ik nog accepteren. Ja. Ja, ik ben pas begonnen vanaf de vierde generatie. Oh, maar dus, je bent zo'n jonge knul. Man. Je bent net begonnen met leven. Je hebt nog een hele wereld te ontdekken van prachtige producten. Als het ware, daar zei Half-Life 1. Command & Conquer, Red Alert. De SNES. Street Fighter 2. Super vet. Rick, bedankt voor je belletje. Zie ik jou vanavond in Friday Night Live aan Destiny spelen? Ik zal even kijken. Ik denk het wel. Ja, veel plezier. Lekker met je 2DS. Ja, dankjewel. Dat ook. Dankjewel, hè. Ja, doei. Hoi. Yo, kom er maar in. Yo. Met wie spreek ik? Allard. Hey Allard. Gaat goed? Ja, helemaal. Ja? Waarom? Zou ik niet weten. Vakantie? Ja. Lekker. Chill, hè? Ja. En wat doe jij zoal op vakantie? GTA. Vet. Mag jij dat wel spelen? Misschien. 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 Je baard in de keel spelen. Misschien. Hey Allard, waar kan ik jou mee helpen vandaag? Ik had een vraag. Nou, vragen stellen staat vrij. Heb je verstand van toetsenborden? Echt onnoemelijk veel. Oké, ken je de Logitech MK240? We googelen hem nu niet hoor. Dat doen we niet. Oh, Logitech MK240, ja. Ik zie hem hoor nu. Is hij goed? Ja, dat weet ik niet. Ik heb er nooit op gespeeld. Dit is een heel kleintje. Hij is wel schattig. Waarom wil jij een kleintje? Wat wil je in een toetsenbord? Omdat ik leg hem op mijn laptop en dan steek je er helemaal overheen. Ah. Ja, mijn Logitech toetsenborden zijn... Hij heeft ook van die fijne toetsen deze. Nee, dit is wel goed. Dat moet je gewoon lekker nemen. Vooral omdat hij, als je een kleine wil, ja, dan heb je ook niet zo heel veel keuze, hè? Maar Er zit toch ook gewoon een toetsenbord op je laptop? Er zit toch ook gewoon een toetsenbord op je laptop? Ja, maar ik heb daarboven een grote beeldscherm hangen.
Ah. Oké. Okay. Ja, Allard die regelt het wel, hoor. Goeie setup. Die heeft wel een setupje. Toch of niet? Hoe oud ben jij, Allard? Ik ben 10. 10 en je hebt nu al een dikke setup. Wauw. Ja, er staat ernaast ook nog een tv. Een PlayStation. Dus PlayStation 4 ook? Nee, 3. Ah, 3. Maar heb je krantenwijk inderdaad? Goeie vraag, Ries. Bedankt voor je bijdrage. Nee. Wat doe je dat dan van? Met papa en mama? Ik eigenlijk niet. Ik krijg het gewoon. Je krijgt het gewoon. Ik kon gewoon aanwaaien. Het staat er gewoon op in. Ja. Niet helemaal. Nee, oké. De toetsenborden en zo en controles moet ik allemaal zelf betalen. Jezus, Allard, hoe doe je het toch? In deze economische crisis. Van je zakgeld. Ja, dat is ook lekker. Je hoeft ook geen belasting te betalen, hè, op je leeftijd. Dat is wel fijn, ja. Maar Allard, bedankt voor je belletje. Ik zou het toetsenbord kun je gewoon blind kopen. Doen. Oké. Gewoon even reviews lezen. Oké. Ja jongens, we zijn er doorheen voor vandaag. Dit was het Gamerset Radio aflevering 279. Ik dank Richard Leurs. Ik dank Peter Bouwman. Hey, applaus voor jezelf. Dat was ondanks de probleempjes aan het begin toch uiteindelijk een hele leuke aflevering. Heel veel bellers. Bedankt daarvoor. Gamersnet is love. Gamersnet is live. Blijf ons supporten. Blijf ons steunen. En ik hoorde net dat Tom Siegel zei van ik heb Peter al 10 minuten niet over donaties gehoord. Dat heb je serieus al een uur niet gehoord als je een uur geluisterd had. Ik vraag daar helemaal niet om. Maar je mag het doen. Tot volgende week en vanavond spelen we Destiny vanaf 7 uur in Friday Night Live. Gezellig. Later!